Oh, zwakker worden. Het is tijd. Opstaan. Het is tijd, Koos. Zes uur. Pijn in mijn rug. Je vergist je. Pijn in je rug heb je altijd op maandag. Vandaag is het vrijdag. Ik kom er nou uit, want anders ben ik te laat. Ja, je hoeft helemaal niet te laat te komen. Zit alles maar klaar, dan vind ik het wel. Op je bolle ogen? Nee, op de keukentafel. Je kan maar wat, jij. Nee, dat niet. Dan kook ik zelf mijn eitje wel. Zou je dat nou wel doen? Met die rug? Het zijn hele grote eieren, hoor. Zo meteen vertel je nog. Ja, zeer nou niet zo, mens. Ik heb kou gevat op mijn lendenen. Als ik het warm hou, heb ik geen centje last. Als ik die tochtige stijger maar niet op moet. Nou ja, goed. Dan moet je het maar zelf weten ook. Zal ik Bruinsteen straks even bellen dat je niet op karwei komt? Ja. Komt eigenlijk wel goed uit ook. Maar het komt er goed uit. Nou, als jij toch een vrije dag neemt, dan kan je gelijk eventjes de afval bij ons in de keuken repareren. Hoef ik de loodgieter niet te laten komen. Is de afval in de keuken lek? Ik kijk straks wel even. Nee. Als ik wakker ben. Niet hier, bij ons, bij de dokter. Hè, snap je wat? Oh. Nou, ik kom naar je luie nest even uit, dan kan je gelijk mee. Nee, ik heb het in mijn rug. Ik kan niet eens bukken. Ach, 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 wat is het nou toch vervelend voor je, hè? Daar, oh, daar, ja. Nou, zal ik gelijk Piet even bellen, hè, dat je morgen niet meegaat. Wie zegt dat ik morgen niet meega? Ja, als jij zo ziek bent dat je niet eens een lek gootsteentje kan repareren, dan kan je ook niet gaan vissen. Ach, gelul. Zo erg is nou ook weer niet. Dan kan je ook het gootsteentje repareren. Nee, nee. Nee, ik kan niet weg. Ik moet thuis blijven. Voor als ik controlerend geneesje kan controleren. Begrijp je wel? Als de controlerend geneesje komt controleren, ben jij naar de dokter. Ja. Dit komt goed uit. En nou, opstaan. Oh. Anders ben ik te laat. Oh. Nou, laat mij dat maar eens even doen. Toch vind ik het overdreven, hoor. Wat zeg je? Toch vind ik het overdreven om de eerste beste keer dat ik hier blijf slapen... om de eerste beste keer dat ik hier blijf slapen meteen mevrouw Dobbelsteen maar op te zeggen. Zo handig ben ik nou ook weer niet in het huishouden. Nee, nee, dan moet je niet terugkrabbelen, hè. Dat hadden we afgesproken. Ik bedoel, ik werk, dus jij doet het huishouden. Nou, ze begrijpt niet waar ze blijft. Het is nooit te laat. Er zal toch niks gebeurd zijn? Nee, ik hoop van niet. Waar zijn de filters? Ah, nee, joh, laat maar hier. Breng jij het even naar binnen? Ja. Oh, nee, nee, speelkwartier is over. Kom op. Hans? Hé, hey, Nancy. Ik hoorde je niet binnenkomen. Wat doe jij zo vroeg? Vroeg? Ja, ik ben eigenlijk een beetje lang gebleven. Wat? Heb je niets van gemerkt? Nee, het idee kwam ook een beetje plotseling bij ons op. Ja, ja. Nou, we wilden je niet wakker maken om je toestemming te vragen. Zo, zo, meneer Landberg. Dus u heeft mijn moeder geleid. Ik zal het niet ontkennen, mevrouw. Schaamt u zich niet? Wat? Om daar zo lang mee te wachten. Ja, het werd verdorie wel eens tijd ook. Ik begon me al zorgen te maken. Ik dacht, er zal toch niks aan de hand zijn met die jonge heer Landberg? Nou, geef die bordjes maar hier. Nou, mevrouw, ik mag wel zeggen dat ik erg opgelucht ben dat u het allemaal zo ruim ziet. Mag ik daaruit concluderen dat ik hoop mag koesteren? En wat zijn uw vooruitzichten, jongeman? Uitstekend, mevrouw. Ik heb zojuist een prima betrekking aangeboden gekregen in de keuken. Ah, goed dat u komt. Ja, deze jongeman heeft me zojuist om uw hand verzocht. Ja. Oh. Mijn hand ook al.
Zeg, ja, is dat niet een beetje hebberig? Ik vind dat meneer eerst maar eens moet leren hoe hij zijn handen thuis moet houden. Hm? Foei, mama, wat lellebellerig. Ja, papa. Ja, wat ordinair, hè? Nou, kom maar, paps. Zeg, gaat het hier altijd zo aan het ontbijt? Ja. Word ik meteen lid van de plaatselijke toneelvereniging. Nou, welkom. Ja, hoi. Zal ik er even bij komen? Och, alsjeblieft, zitten ze. Zeg, net, ja, ik wou je wel vragen om er nog even niet met Gert-Jan over te praten, hè? Waarom niet? Omdat je moeder denkt dat Gert-Jan het daar erg moeilijk mee zal hebben. Nou ja, dat denk ik niet alleen, dat weet ik wel zeker, hè? En daarom moeten we hem er niet zo plomp verloren mee op zijn dak vallen. Ik wil het gewoon eerst even rustig met hem doorpraten. Ik wou hem om toestemming vragen, hè? Hm? Doe niet zo flauw. Je weet heel goed wat ik bedoel. Ja, maar hoe verklaar je dan Hans' aanwezigheid hier als Gert-Jan zo dadelijk naar boven komt? Oh, nee, dat komt hij niet, want hij is in Leiden blijven slapen. Hij komt vanavond pas thuis. Niks hoor, hij heeft gewoon thuis geslapen. Gut. Wat is dat? Hey, wat vervelend nou, dat wist ik helemaal niet. Oh, en als je het wel geweten had, dat Hans dan niet mogen blijven. Dat is toch onzin? Nee, dat is het niet. Nou ja, je bent lief hoor, Nens, en ik ben echt blij dat jij er zo over denkt. Maar ja, Gert-Jan denkt daar nou eenmaal anders over en dat moeten we respecteren. Ik wil het gewoon zelf in alle rust even met hem doorpraten, hè? Ja, maar zo denk ik erover en zo gebeurt het. Ik bedoel, waar laten we Hans dan nu? Geen probleem, ik ga gewoon vlug weg. Oh, wacht, zal even kijken of de kust veilig is. Ja, we kunnen natuurlijk ook twee lakens in elkaar knopen en die heeft het raam laten zakken. Oh. Ik bel je. Ik heb weekenddienst hoor. Oh, moeten we thuis blijven? Ja, kom nou. Ja. Oh, er is die al. Vlug de keuken. Ja. Gert-Jan, kom je? Koffie. Kom eraan. De keuken? En als mevrouw Dobbelsteen er zo meteen komt. Mag mevrouw Dobbelsteen het ook niet weten? Het gaat er niks aan. Nou, erachter komen doet ze toch eens vandaag, niet dan morgen. Nou, dan liever morgen. Waarom? Ja, omdat ik zelf nog niet weet wat ik ervan denken moet. En omdat ik niet opgejaagd wil worden, daarom. Oh, het bordje. Huh? Ja, dat bordje van Hans is een mes. Hoi, man. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Hi. Je koffie staat al klaar, meneer. En zo hoort het ook. En waarom heeft mevrouw niet keurig een bordje klaargezet? Ja, dat doe je zelf maar. Ach ja, we moeten met de tijd meegaan, hè. Zeg, waarom ben jij niet in Leiden? Ik dacht dat jij daar vanavond zou blijven slapen bij Willemijn. Oh. Jaline, man, je loopt nog steeds achter. Hey, mens. Zeg, houdt meneer nog wel eens wat tijd over? Om af en toe eens wat te studeren. Oh, maar natuurlijk, man. Hij werkt weer hard als de tentamenbordjes. De Janine is zo mager als een lat. Ga je nou eens op of niet? Waar is de melk? Ja, nou, nee, ijskast, dat doe je zelf maar. Yes. Nee! Dat zoek ik zelf wel even, dan. Dan haal ik daar meteen even het zout. Het zout staat hier, hoor. Oh ja. Ja, Hé, gaat langer dan maar even! En Gert-Jan? Ja? Waarom ben je niet in Leiden gebleven? Is het uit met Janine? Jou vertel ik helemaal niks meer. Je maakt er toch alleen maar flauwe grappen over. En altijd als mama erbij is. Ach, ik zal het nooit meer doen. Ja, ja. En vertel nou, is het uit met Janine? Wel nee, ik krijg gewoon een vriendin te logeren. Een vriendin? Ja. Janine? Goh, daar vind ik nou helemaal geen type voor. Wil je? Ja, hoe bedoel ik dat nou? Ja, ze mag dan mager zijn, maar ik vind het toch erg vrouwelijk. Zeg, wat bedoel jij eigenlijk? Ach, jij weet ook van niks. Nee, jij weet te veel voor jouw leeftijd. Ja, meisjes zijn helemaal vroeger rijp dan jongens. Nou, ik zou eerder willen zeggen... En als jij vroeg rot zegt, dan krijg je deze pot ook nog naar je hoofd. Nou ja, dit is niet te geloven. Al heb ik dan geen rolletje pepermunt, toch hou ik van je, Hans. Al heb ik dan geen rolletje pepermunt, toch hou ik van je, Hans. Neem me niet kwalijk, hoor. We zijn een beetje laat, maar... Ja. Koos, die moest mee, hè. En die kreeg ik zijn bed niet uit. En toen was hij zijn bakelsleuteltje zo kwijt. Oh, man. Als jij nou eens even ademhaalt tussen twee zinnen door, dan kan ik er ook even wat tussen krijgen. Ja. Morgen, dokter. Morgen, Koos. Ik ben even mee om een lekker gootsteentje te repareren. Oh, prima. Ik was mijn bakeltje kwijt, dus daarom is het even wat later geworden. Ja, ik neem mijn gereedschap nou eenmaal niet mee naar bed, hè. Nee, breek me de bek niet open. Maar ik wou niet alleen dat hij meekwam voor het gootsteentje, hoor. Maar ik wou ook heel graag dat u even in zijn rug keek. Om te kijken of daar werkelijk wat mee is. Is dat nou, Koos? Heb je last van je rug? Ah, niks aan de hand.
Ik ben niet zo kleinzerig. Morgen is weer over. Ja, want morgen moet hij gaan vissen. Begrijp je wel? Weet je wat, laat ik dan voor alle zekerheid maar even kijken. Hè? Kom zo meteen maar even naar mijn spreekkamer. Kijken maar even voor het spreekuur begint. Je wordt bedankt. Zo, de melk. Ah, dankjewel. Mevrouw Dobbelsteen is ook gearriveerd. Dus dat probleem is ook weer opgelost. Geen complicaties? Geen complicaties, alleen Kors is meegekomen. En die heeft last van zijn rug en daar ga ik nou even naar kijken. Oh mama, mag je alsjeblieft nog even onder vier ogen spreken? Nee, alsjeblieft niet, Gert-Jan. Toen nog straks en na het spreekuur. Zeg jij, kom niet te laat op school, hè? Het is vakantie. Hè? Ja, ja, na het spreekuur. Ja. Goed. Ram jij de ontbijtboel even af? Oh, waarom ram jij de ontbijtboel niet eens af voor de verandering, hè? Oh, oké. Ik maak er een punt van, hoor. Maar als jij nooit trouwt, dan moet je bij mij niet komen uithuilen, hè? Maar als jij nog eens trouwt, dan mag je vrouw wel bij mij uitkomen huilen, hoor! Mm. Zo, nou. Dat allemaal reuze mee, hoor. Ja. Koos, ik zal even een receptje voor je schrijven. Oh ja. En als het nou over een paar dagen niet over is, dan moet ik je echt eventjes naar het ziekenhuis sturen om wat foto's te laten maken. Oh ja. Alsjeblieft. Ja, dank u wel. En doe het een beetje rustig aan. Hm? Ja, ja. En als de controleerd geneesmiddel? Zal die niet meer kunnen constateren dan niet, ben ik bang. Ja, ja. Ja, rug blijft moeilijk. Ook voor een controleerd geneesmiddel. Nou, dan ga ik maar even naar het gootsteentje kijken. Zeg, span je niet te veel in, hè? Nee. Nog weer van de ploeg? Hans, hallo zeg, ben jij er net goed weggekomen? Nee, wat? Oh, wat handig, suffert. Nee, toevallig, nee, ik ben nooit wat kwijt. Oh nee, autosleuteltjes die tellen absoluut niet bij, wat flauw. Hoe laat kom je dan om hem op te halen? Niet direct, oké, nou goed, ik zal Nens vragen of ze even kijkt. Hé, tot straks. Dom hoor. Hé, hey Nens, hoor eens eventjes, ik had net Hans aan de telefoon. Hij is zijn pieper kwijt en... Nou ja, je weet wel, dat ding waarmee hij door het ziekenhuis opgeroepen kan worden. En hij is bang dat hij hem bij ons ergens heeft laten liggen. Ja, ja, reuze handig. Ja, dat heb ik ook al tegen hem gezegd. Ach, doe mij nou een lol, hè? En kijk even of je hem ergens ziet liggen. Hij komt zo om hem op te halen. Hé, hey, Nens, hoor eens even. Geen flauwe grappen, hè? Ja hoor, piep, 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 ja. Idioot nest. Toch jammer dat dat mens nou te oud is. Hoezo? Nou, dan had die man dat leertje in die kraan kunnen verlommen. Ik geloof dat ik nooit zou hertrouwen als ik nog eens alleen zou komen te staan. Ach, god, nee. Nee. Ik zou al die ellende niet nog eens op mijn hals willen. Doet het water het hier ook niet? Nee, kom. Ik heb die waterleiding afgesloten om die kraan even te repareren. Oh, maar ja, ik dacht dat het om een lekker afvoer ging. Heeft Mientje zeker wijs gemaakt? Nee. Het leek de afvoer, maar het was de kraan. Kijk, dan lekt het hier en dan drukt het zo langs de leiding. Hup, kassie. Jawel, Koos, het is allemaal leuk en aardig, maar ik kom nou ontzettend slecht uit. Ik heb spreekuur, ik moet mijn handen kunnen wassen. Oh. Joep, Maloen, waarom heb je daar nou niet aan gedacht? De dokter heeft spreekuur. Heb jij er nou niet aan gedacht? Wie heeft mij gevraagd om die kraan te repareren? Ik heb je gevraagd de afvoer te repareren. Maar die is niet lek. Oh, zou je hem niet? Mannen! Je had er al moeten denken dat je de hoofdkraan niet kunt afsluiten als de dokter spreekuur heeft. Maar dat heb jij toch ook niet aan gedacht? Ik heb de hoofdkraan toch ook niet afgesloten? Nee, maar... Nou dan, Joep Meloen. Ja, Joep Meloen, hou jij eens een beetje in, zeg. Ik ben voor jou, lol. Ik ben nest uitgekomen als je dat maar weet. Ja, je bent een held, Koos, maar zet je hem nou alsjeblieft weer aan, want ik moet verder, hoor. Ja, ik zal bekijken. Ik zal hem wel weer anders maken. Hoi zo. Nou, ik ben ook een mooie, zeg. Maar een beetje te kakken zitten bij de dokter. Ik sta hier voor jullie, lol, in mijn vrije tijd die kraan te repareren, als je dat maar weet. Helemaal niet. Jij staat hier niet in je eigen vrije tijd die kraan te repareren. Jij staat hier in je baas tijd die kraan te repareren. Yeah. Jij staat misbruik te maken van de sociale voorziening. Oh, oh, oh. Moet jij zeggen, hoor mevrouw Erika Terpstra eens aan. Je staat hier zelf zwart te werken, mens. Ja, natuurlijk. Stel je voor dat ik belasting zou betalen, zou je van mij zetten die kraan te repareren. En zet die hoofdkraan er open, want de dokter moet verder. Ja, kom dan. Even wachten. Ja. Ja.
Ja? Ja? Ja. Ja, komt ie. Goed zo. Nou, Koos, fijn gedaan. Haal me even een pilsje uit de ijskast. Hé? Ik kan niet overeind komen. Ja, nou, je hebt lang genoeg over jullie gehad, dan moet je niet meer sporten, hoor. Ik kan niet overeind komen, verdomme. Ik ben de controlerend genezer niet, Stimmeland. Ik stimuleer niet, au. Sally, zo'n idioot te lachen, help me liever. Maar wat moet ik dan doen? Au! Help me, zeg ik. Jij met je gedram ook altijd. Ik heb je toch gezegd dat ik het in mijn rug had. Ik had nooit mijn nest uit moeten komen. Maar hoe kan ik het nou weten dat je het aan je rug hebt? Omdat ik het je gezegd heb, non-dieu. Oh, nou, weet je wat? Nou, dan gaan we naar beneden, hè? Dan kan de dokter er misschien wat aan doen, ja? Ja, maar nou. Hoe kom ik naar de trap af? Ja, ik help je wel, hè? Ja, kom maar, kom. Ja. Voorzichtig. Non de u. Hè? Morgen om 6 uur moet ik vissen. Als je er zo bij staat, dan kan je alleen mosselen rapen. Ik ga nog niet eens in jou te giggelen. Oh. Nee, maar die kwam goed. Maar je zit er ook zo bespottelijk uit. Ah, ja, voorzichtig. Nou, voorzichtig maar, hè? Ja, ja, kom nou. Buigen we niet, buigen we niet. Zo. Precies, vervaar, hè? Zo. Precies, treetje voor treetje. Ja, hou! Pas op, dat toch! Nou, ja, zo gaat het niet, hoor. Blijf even zo staan! Blijf even zo staan, zeg. Oom van Dobbelsteen, heeft u misschien ergens de pieper van dokter Landsberg zien liggen? Nou, pieper? Ja, is het apparaatje waar hij mee wordt opgeroepen. Oh. Hij moet hem hier gisteravond vergeten zijn. Nee, ja. Dit zoek ik straks wel. Moet je horen. Wil je me alsjeblieft even helpen? Want Koos is door zijn rug geschoten, hè? En ik weet werkelijk niet hoe ik hem naar beneden moet krijgen. Oh, maar breng hem dan maar hier. Dan bel ik mama of ze even de boven. Nee, dat wil ik helemaal niet. Nee, we gaan gewoon naar de wachtkamer. En dan vragen we beleefd aan die mensen. Die zijn ook ziek, nietwaar? Vragen we gewoon of we voor mogen. Nou, want de dokter is toch al zo laat. Koos schuld. Ach, arme Koos. Ja. Ja, dit er. Hoe is dat nou gebeurd? Nou, kijk, weet je, dat is gekomen toen hij met die afvoer bezig was. Dat was de kraan. Oh, de kraan. Nou, daar hebben we het toch niet over. Ja, nou, ja. Oh, God. We zullen nou, niet. Haal je maar aan mij vast, hè? Ja, dat ja, lijkt me nu best. Ja. Zo, ik heb je broek vast. Ja, voorzitter. Laat je me zakken. Laat je me zakken. Ja, ja. Slap de helemaal op mij, hè? Ja. Oké. Oh, Mins, maar even... Sorry, Koos. Sorry, Koos. Nou, vooruit, maar je loopt dus een kiefiet. Drie kwart van zijn maag hebben ze weggenomen. Maar ja, hij mag nou alles weer hebben, hoor. Alleen melk. Melk kan hij niet zo goed verdragen. Daar krijgt hij een zogeheten dumping van. Hè. Dan moet hij even met zo'n hoofd even een uurtje lang uit op de bank liggen. Maar... Hij dronk trouwens toch nooit geen melk, hoor. Nee. Hij hield meer van iets sterkers. Borreltje, zal ik maar zeggen. Maar daar heb je het ook vanuit zijn maag gekregen, hoor. Zo. Verrek. Heb je dat al lang? Je bent achter die mevrouw. Ja, hebben we misschien iemand bezwaar tegen dat we even voorgaan? Mijn man heeft een spoedgeval in zijn rug. Ja. Ga hier maar even zitten. Nee. Hier, zitten. Nee, blijf maar staan. Ja, laat mij maar even zitten. Ja, dat is het beste hoor. Blijf je staan hoor. Oh, ja? Ja, want ik heb ook zoiets gehad. Hè. Ja, eerst dachten ze dat het spit was. Hè. Ja. Verschoven wervel. 8 weken plat op een plank. Ja, zeker. En anders hadden ze moeten opereren. En bij een hernia wordt alleen maar plaatselijk verdoofd. Dus ik denk bij mijn eigen dokter, jij kunt mij nog meer vertellen. Oh, je bent in de buurt. Oh, je bent in de buurt. Dus ik denk bij mijn eigen dokter, jij kan me nog meer vertellen. Hè? Maar ik ga niet op die tafel liggen kruperen. Nu dat ze dan helemaal... Gins, ik weet niet hoe ver in Groningen kunnen wonen. Dat doe je niet. Daar begin ik niet aan. Allemachtig, Koos. Ja. Oh jee, nou, dat ziet er niet best uit. Nee. Ik heb je nog wel zo gezegd dat je het rustig aan moest doen, hè? Ja, ik stond heel rustig. Dubbel in het gootsteenkassie. De kraan is weer in orde. Mooi. Nou, moet je echt even een spuitje geven, hoor. Kan ik dan morgen weer vissen? Nee. Nee, dat lijkt me nou niet zo verstandig. Nou, weet je wat? Maak je broek maar even los. Hè? Broek?
Je broek. Verdomme. Maak even los. Ja. Ja, Koos, ik moet er echt even voelen waar het zit, hoor. Doe dan. Ja, ja, rustig. Ja, ja, kan hem nou. Ja, we maken het. Au. Nou, even voelen, Koos, waar zit het? Au, wees. Ja. Okay. Nou, dan komt hij, hoor. Ja. Kom op, hè, kom op. Oh, wat zeg ik nou? Zo, al gebeurd, al gebeurd. Heel maar. Oh, hoi Hans, ben je er al? Ik heb hem nog niet gevonden. Ja, wat vervelend is dat nou. Ik moet om 10 uur op het ziekenhuis zijn. Maar weet je zeker dat je hem hier hebt laten liggen? Nou, ik ben nergens anders geweest en gisteravond had ik hem nog. Heb je in de badkamer gekeken? Nee. Wat moet je nou met je piepertje in de badkamer? Nancy, daar had ik mijn jasje op gehangen. Oh, nou, ik zal even kijken. Ik heb hem al gevonden, hoor. Hé, hey, Gert-Jan. Ah, gelukkig. Ik was gisteravond... in de badkamer en daar heb je je pieper laten liggen. Alsjeblieft. Ik heb hem vanmorgen gevonden. Hij was achter de verwarming gevallen. Oh, bedankt. Hans, ik wilde je eigenlijk ook nog wat vragen. Ja, moet je luisteren. Ik begrijp het natuurlijk best allemaal, maar... wees een beetje voorzichtig met Nancy. Ja. Ik weet het, ze heeft er af en toe een grote mond, maar een heel klein hartje. Ja, ze is pas 17, moet je weten. En ik geloof dat ze het er een beetje moeilijk mee zou hebben als ze zo plomp verloren zou worden geconfronteerd met jou en met... Ja, Hans, begrijp me goed. Ik wil me natuurlijk nergens mee bemoeien, maar... Ik begrijp best wat je bedoelt, Gert-Jan. Ben je toch niet in de badkamer? Oh. Oh. Wat doe jij hier? Ik dacht dat je aan het studeren was. Oh, ik heb Hans een pieper teruggegeven die vanmorgen in de badkamer had laten liggen. Zo, vanmorgen in de badkamer? Ja. Ja, als ik jullie dus goed begrijp, dan zijn de enigen die het er moeilijk mee hebben, je moeder en ik. Ja, is het. Hans, Hans, zeg, Koos die heeft het verschot in zijn rug en die moet hier eventjes op de bank liggen. En nee, daar moeten jullie niet om lachen, het is ontzettend zielig, want hij mag morgen niet gaan vissen. Kom, Koos. Zoek maar niet op verder, Koos. We hebben de pieper al gevonden. Waar lag je dan? Achter de verwarming van de bank.